Het maken van een heel veel livestreametje is hartstikke leuk, zeker. Is het heel erg leuk om op je eigen gemaakte kunstaas een mooie snoep te vangen. Of een andere vis, zoals baars of snoepbaars. Het is ook nog eens een keertje heel erg simpel. Het is echt niet moeilijk om een streametje te bouwen. Zeker als je een beetje de basisprincipes voor handen houdt. Ik ga jullie vertellen waar de basisprincipes liggen. En hoe je simpel je eigen snoepstreametje kan bouwen. Die je op een ultralight hengel goed kan wegzetten. Ik praat over een spinhengel, dus geen vlieghengel. Nou, wat we nodig hebben is natuurlijk de haak. Ik heb hier zo een Eagle Claw 2.0 dreg. Maar eigenlijk elk ander merk kun je er ook voor gebruiken. Een bobbin met wat windgaren. Een scherp aardappelschilmesje. Eventueel haarspeltjes. Een mooi vloeibare secondenlijn. Device en natuurlijk het zonkermateriaal. Allerlei mooie en vrolijke kleurtjes. In dit geval ga ik werken met raccoon en met rabbit, oftewel konijn en wasbeer. We beginnen met het plaatsen van de haak in de vise. En we zetten een aantal wikkelingen keurig netjes, zo dicht mogelijk bij de haakbocht om de steel. Ik ga hier zo over mijn eigen lijn, zodat de draad keurig netjes vast blijft zitten. Zoals je ziet blijf ik met mijn tuitje van mijn bobbin heel dicht tegen de haaksteel aan. Waarom doe ik dat? Dan kan ik de wikkelingen keurig netjes op elkaar zetten. Als ik iets strakker wil draaien, dus de wikkelingen iets strakker wil zetten, kan ik met mijn handpalm de klos kan ik ietsjes afremmen, zodat ik mooie, strakke wikkelingen krijg. Vervolgens plaatsen we het eerste zonkertje tussen de haakbochten in. Ik neem hiervoor dus de raccoon en ik snij een centimeter of twee af. Meer dan 2 centimeter is ook echt niet nodig. Ik maak er een mooi puntje aan. En ik zet hem gewoon met een aantal wikkelingetjes vast. Ik geef de haak nu 1 slag. En ik ga naar het volgende zonkje. Ik snij daarvoor weer ongeveer 2 centimeter af. En waarom snij ik dat nou en knip ik het niet? Heel simpel, als ik het knip, dan knip ik de haren mee. En die haren heb ik nou juist nodig om natuurlijk het desgewenste gewicht te bereiken. Deze zonkers zuigen zich helemaal vol met water. En het water is dus het werpgewicht van de streamer. En we zetten het tweede zonkertje vast. Nog steeds blijf ik heel dicht met mijn tuitje bij de haakbocht om mooie wikkelingetjes keurig netjes op elkaar te krijgen. Nou, ik geef het recht natuurlijk nog een slag en ik zet het derde zonkertje erop. Als het derde zonkertje helemaal zit, dan zijn we eigenlijk al klaar met de start. Allemaal leuke kleurtjes. Wees lekker creatief met je eigen kleuren, wat je zelf wilt. En ja, het is allemaal te verkrijgen. Hartstikke leuk allemaal. En zeker is het een groot genot om aan het eind van de rit een mooie snoek te kunnen vangen op je eigen gebouwde streamer. Ik gebruik nu gewoon een haarspeltje en ik zet het geheel even vast. Ja, daar ben ik vanaf. Ik ga nu verder met de kop. De kop die maak ik van de Rabbit Strip. Dat is een Rabbit Strip Magnum 6 mm. 6 mm betekent dat hij 6 mm breed is. Deze zet ik er ondersteboven op. Ik kijk dus naar de leerkant van de strip.
En ik maak het geheel af met 3 knoopjes. Tijdens het maken van de knopen zorg ik ervoor dat er een constante spanning op de draad blijft staan, zodat de wikkelingen lekker strak blijven. Die knopen leg ik ook keurig netjes op de wikkelingen zelf. Neem mijn knoopjes erin, draai ik mijn lijn weer op het klosje van de bobbin. En wikkel ik met een paar enkele slagen om de haakstil heen en zet ik een paar mooie wikkelingen direct onder het oog. Ik ga nu de steel bekleden met de konijnenbont. Die draai ik er simpelweg omheen. Zoals je ziet staat de haar nu eigenlijk naar voren toe. Als ik doordraai, dan ga ik met mijn eigen konijnenbont over mijn haar heen. En die haren die wil ik dus eigenlijk die kant op hebben. Nou, hoe je het is heel simpel. Tijdens het draaien blaas je dus als het ware die haren naar achteren. De steel is nu in zijn geheel bekleed en nu ga ik hem dus afbinden. Ik ga nu dus over het konijnenbond heen, zodat ik het vastzet. Het overtollige konijnenbond snij ik er simpelweg van af. We moeten er natuurlijk voor zorgen dat we het binddraad niet meesnijden. Hier kan ik nog een extra haarspeldje voor gebruiken om de kop netjes af te kunnen binden. Ik heb nu goed zicht op mijn werk en ik kan nu keurig netjes een aantal mooie wikkelingen over elkaar inzetten op de kop. We leggen hier weer 3 knoopjes op. Eigenlijk is de striemen dan al klaar. Maar nog niet helemaal, want dit is natuurlijk het zwakste punt van de streamer. De snoek heb je in mijn standen en de snoek zou in theorie deze wikkelingen door kunnen bijten. Nou ja, dan valt de streamer natuurlijk uit elkaar. Wat we doen, we smeren deze wikkelingen in keurig netjes met mooie vloeibare secondenlijn. En daarom is het ook heel belangrijk dat die secondenlijn goed vloeibaar is. Want dit bindtouw zuigt als het ware de secondenlijm op, waardoor dit ene grote harde massa wordt. Snoekertanden komen hier absoluut niet meer doorheen. We laten het geheel even drogen en over 1,5 à 2 minuutjes kunnen we het touwtje simpelweg doorsnijden en de streamer is gemaakt.